Een hele goede avond, welkom bij deze video van 22 juli. Ja, gaat Bitcoin vandaag in het rood of gaat Bitcoin in het groen? Ik ga het vandaag hebben over de belangrijkste levels voor Bitcoin, waar we naar kunnen kijken, hè, wanneer we dus echt bullish kunnen worden. Want dat ben ik, sorry, ik ben dat nog niet, maar er kan verandering komen. En um, wanneer ik echt weer bearish begin te worden. Want dat is natuurlijk van belang. Um, tot nu toe houdt Bitcoin goed stand. En we hadden ook gisteren besproken. Als Bitcoin hier stand weet te houden. Kan dat eventueel goed gaan uitpakken. Nou en dat begint nu langzamerhand toch te vormen. Dus er zijn een aantal opties die nu ook zichtbaar worden. Maar goed, ik heb ook een kleine, kleine, kleine aankondiging. En dat is een uh, laatste kans aanbieding slash aankondiging. En dat is... Het premium kanaal. Um, je kan nu voor het premium kanaal kan je nu aanmelden en dan kan je kiezen voor een maandabonnement, een jaarabonnement en een levenslang abonnement. Uh, maar ik heb besloten dat vanaf aanstaande maandag het levenslange abonnement wordt afgeschaft. En de mensen die dit natuurlijk nog wel hebben, die blijven gewoon levenslang toegang houden. Hè, zolang uh, nou ja, we blijven bestaan in principe. Um, maar omdat we toch merken dat er een groei is um, en ik toch ook wel wil dat de community dedicated blijft, um, ja, is er voor gekozen dat hè, het, ja, het levenslang abonnement vorm weggaat. Dat betekent dus wel nog dat, hè, dat je tot en met maandag nog een, maandelijkse, of maandelijkse, een levenslang abonnement kunt afsluiten. En om het daarmee af te sluiten, um, als je dan een levenslang abonnement kiest dan Krijg je deze erbij. En dat is een mooie mooie bitcoin. Um, ook de achterkant is zichtbaar. Dus dat is, uh, dat is een leuk extraatje. En um, ook vanaf nu maakt niet uit elite Wave cursus. Um, de de leertreden als Pro cursus. Uh, die we natuurlijk allemaal aanbieden. Die gaan vanaf vandaag ook tot en met maandag um, in de sale. En dat is uh, met kortingscode laatste kans en dan 20. 20% korting op alles uh, betekent dat dus. En mocht je dus een cursus afnemen, dan krijg je deze erbij. En dat vind ik een leuke actie. Um, zichtbaar wat het is, er zit een klein, uh, klein papier certificaatje bij. Um, dat je te maken hebt met een echte bitcoin. Uh, maar goed, um, ja, dat is even wat ik wil mededelen. Um, dan switch ik hem even naar mijn scherm. En dan um, ja, mocht je dus interesse hebben in een cursus. Die dus na deze video um, allemaal 20% korting zijn met de kortingscode. De kortingscode staat hieronder in de omschrijving. En tot maandag geldig. En voor het prima kanaal betekent het dus wel dat de levenslange abonnementsvorm gewoon weg is. Gaat. Ja, en mocht je dan ook meer willen weten over het premium kanaal, ik zou zeggen ga naar het cryptohuis.nl en klik even het kopje premium kanaal aan um, voor verdere informatie. Goed genoeg gepra gepraat. Um, oh ja, by the way, wat krijg je ervoor terug hè, voor het premium kanaal? Nou, in principe, zoals vandaag, was het toevallig een dag dat we lekker actief waren. Um, je krijgt sowieso elke maandagochtend, elke maandagochtend, elke maandagochtend sowieso een premium member livestream. Um, gedurende de dag krijg je de setups. Ook naar de livestreams deel ik de setups. Um, deel ik met je in high quality, um, ook random altcoins die we non, uh, nog wel eens gaan behandelen. Um, we sparren heel veel met elkaar in de training chat, uh, zoals je het eigenlijk hier wel ziet, dus dat is echt super tof. Um, hier deel ik bijvoorbeeld ook vandaag uh, mijn mening over de dollar, super interessante charts allemaal, um, want dit hangt natuurlijk uiteindelijk allemaal samen. Maar goed, de bitcoin analyse wat we bijvoorbeeld vanochtend hadden gedaan. Uh, ik begin met echt van vanochtend, dat is deze. Toen we bij 32,200 waren, zei ik: Nou, we gaan een dipje krijgen naar ongeveer 31,300. Dat was me voor ogen. Nou, uiteindelijk kregen we het dipje naar 31, wat was het? 500. We zaten heel dichtbij, dus net niet de bodem gehaald. Um, en daarna weer dus upside naar die 32,500. Nou, als je dan ook nu weer de grafiek bekijkt, um, laat ik ook zien met de telling. Ja, de telling is klaar. Dus in principe ook deze beweging hebben we gehad. Ehm. Um, dan switch ik even naar de technische analyse. Hier zie je hem ook. Halen we die even weg voor het gemak. Hier is de telling dus klaar. En verwacht ik vanaf hier in ieder geval weer even een kleine afkoeling. En dat is omdat je hier te maken hebt met een, uh, ja, een ABC structuur. Um, en dan komt die C komt dus hier. Dus sowieso verwacht ik deze zone op te gaan zoeken. Alleen nou heb ik een hele grote maar. Um, en dat is dat ik nog niet weet of dit een AWV is of een weef 1. En dat is gewoon super van belang om uh, ja, dus, ja, in de gaten te gaan houden. En wanneer komen we erachter dat dit een wave 1 is of een A-wave? Nou, dat kunnen we al snel genoeg zien. Als we even met de Trendbase Fibonacci Tool hier, uh, op loslaten. Um, en ik pak de Fib Tool erbij. Dan zouden we technisch gezien voor een flat kunnen zakken naar 30.900. Dat is in ieder geval een target... Waar ik naar kijk. 30.900. Nou, mooie hertesten van deze lijn. Dat betekent wel: op het moment dat je die 30.900 verliest, is de laatste support eigenlijk 30.400. Gemarkeerd dus met de blauwe box. Dus de blauwe box kunnen we bijschalen. Maar zoals we hem eigenlijk gisteren al in de livestream hadden besproken, is omdat we hier zo snel gepumpt zijn. En wat bedoel ik mee met hier? Dit gedeelte. Heb je weinig levels opgebouwd? Dus normaal, als je zo'n pump hebt gehad en je dumpt en je hebt hier een level gecreëerd, dan wil je dus dat je daarna een mooie bullish divergentie hebt. Maar omdat we in deze zone hier links zo, zo kort waren, is er namelijk ook een mogelijkheid dat je dus geen eens een hele bullish divergentie hebt. Dus al met al, uh, voor nu kijk, kijk ik dus wel naar een kleine afkoeling uh, naar 3900 ongeveer. 30.900. Maar zakken we verder naar 30.400, dat mag. Dat mag. Maar al verliezen we 30.400, ja, dan word ik gewoon weer bears. Dus al met al, um, een kleine pullback op korte termijn is logisch. Waarschijnlijk. En dat wil wel zeggen, als we dit blauw bokje verliezen, dus de 30.400 verliezen. Ja, dan is eigenlijk gewoon het scenario wat we. Eigenlijk over vanaf het begin af aan zeggen. Nee, niet het begin af aan. Wat we in de livestream hebben besproken. Uh, is geldig. En wat was dat ook weer? Pak even mijn chart. Komt die. Pak even mijn chart erbij. En die lijn die staat niet helemaal lekker. Zo. En dat is deze Falling Wedge. Ik zal even de fib levels weghalen. Die even weghalen. Die even weghalen. Die even weghalen. Dat is dit. Dus dan zal je. Ongeveer hebben en dat vind ik een mooiere. Hou je die weg, dan is dit je watch. Zo en uh, dat zou mooier zijn, leuker zijn, uh, meer logisch. Uh, de reden waarom ik dat zeg is omdat we nu op 12 uur alweer een hidden. Nou trouwens, die is 12 uur is dus uitgeschakeld, daily uh, Nee, ook niet. Nee, we hebben geen hedgehidden beursdivergentie meer op het 6 uur tijdframe. Hebben nog wel een hindermeurdivergentie. Goed, het is wel interessant dat die weg is. Dat wil dus ook zeggen, zoals we hem in het begin van de video hebben aangegeven, dat er ook een boel is. En die boel scenario die is er zeker. En dan switch ik even naar een andere chart. En die boel scenario is namelijk dat je al uitgebroken bent. Zo. Op deze manier. Die even weg. Die zo. Uh, dat je al uitgebroken bent. En dat je eigenlijk van de 4 ups upswing gaat zien. En wanneer gaat dat nou echt in? Nou, in principe op het dagelijkse tijdframe kunnen we stijgen naar 34.600. Op het dagelijkse tijdframe. Dat is namelijk jouw laatste top. Dat is deze top. Deze. En tot die tijd kan je dus gewoon alsnog. Bij 34.000 of 33.500 alsnog een lower high maken. En of je nou uitgebroken bent of niet. Als jij een lagere top maakt en daarna weer een lagere bodem. Ja, weet je, dat is natuurlijk geen positief signaal. Maar goed, al met al. Als we dan even wat meer gaan inzoomen naar bijvoorbeeld het 4-uur tijdframe. Nou, je ziet het. Hè? Hier kan je wel zeggen uitgebroken, maar eigenlijk is het nog steeds een kantje boord. Maar ja, we gaan gewoon uit van de bullcase De bullcase zou kunnen zijn. Dat je misschien op korte termijn alsnog hier zakt. Uh, je, je zakt toch 31.200. Uh, en dan ja, een bounce weet te maken. En dan eigenlijk je neckline breekt. Dat je een, een inverse head shoulders op deze manier gaat maken. Dat zou een bullish setup kunnen zijn in eerste instantie. En deze bullish setup um, ja, gaat dus voor mij ook in als we 33.000 weten te breken. Um, en wel een rechterschouder vormen. Laten we dat voorop stellen. Moet wel een rechterschouder gevormd worden. Um, met, ja, en dan zou een uitbraak naar 35.800 helemaal niet gek zijn. En dan pak je gewoon weer de bovenkant van de range. Dus dat zou ook een mooi terugtest zijn van de bovenkant van de range. Al met al als we dan de chart bekijken. Verwacht ik zelfs dat hij daarna zelfs naar uh, 38.000 kan doorstijgen. Natuurlijk. Bij die 35 zal een kleine pullback komen, maar dan verwacht ik wel dat de verder momentum omhoog blijft. Dus, al met al is dus de oog op die 33.000 gericht voor nu. Maar voor een bullish setup wil ik alsnog wel een rechte schouder creëren. Want wat je nu doet is dat jij alsnog een bearish divergentie op de 1 hour op het ene tijdframe hier zo aan het maken bent. Dus sowieso naar mijn idee komt er op korte termijn een pullback. Alleen de vraag is: gaan wij die 31,200 houden? Dat is ongeveer de lengte van jouw rechter schouder. Als dus je hier je linkerschouder pakt zo en je gaat deze hier zetten. Dan nou kom je zelfs op 31,500. Nou, ietsje groter mag. Niet veel groter. Um, dan zou je dus zeggen, ja oké, okay, die 31,200, 31,300 moet houden. Om je rechter schouder te creëren. Um, Goed, en als we dat dan eigenlijk dus koppelen met de andere analyse die we dus net hebben besproken, kom je eigenlijk op overheen dat je dus gewoon een lekkere mooie buy box als je bullish bent, ik ben niet bullish, maar als je bullish bent, dat je een mooie buy box hebt um, tussen de 31.300 en de 30.300. Dat is een zone uh, waar je je ogen op moet richten. Maar eigenlijk wat ik vooral denk, ja, zie als ik nu even op de 1 uur bekijk. Um, op het moment dat jij he, die 30.900 verliest dat is eigenlijk te maken dat heeft eigenlijk te maken met deze horizontale lijn en de vip level die combinatie als je dat level verliest is gewoon bom. dus al met al en de reden waarom omdat je hier ook geen trading range hebt hier en dat is het nadeel als je dus zo omhoog pumpt. dat betekent dus ook dat je eigenlijk gewoon net zo hard weer naar beneden kan vallen omdat je gewoon geen levels hebt opgebouwd nou, en dat is iets wat ik dus even nog wou mededelen vandaag Goed, um, nou ja, wou ik uh, bij deze jou een hele, hele fijne avond toe wensen. Ja, mocht je geïnteresseerd zijn in het premium kanaal, dit kan dus: levenslang abonnement, kan tot en met maandag. Kortingscode voor de cursussen staan hieronder. Die is dus niet geldig op het premium levenslang memberschap. Enkel op de cursussen. En dan krijg je natuurlijk. Bitcoins erbij. Die stuur ik dan naar je huis op, en dan, uh, dan gaat dat helemaal in orde komen. En, ik, en uh, ongeveer na een paar uurtjes zal je van mij ook de inloggegevens krijgen, mocht je uh, uh, de cursus hebben afgenomen, natuurlijk. Goed, wens je een hele fijne avond. Best voor het beste, en tot in de volgende video. Hoi hoi.